Ik ga jullie lekker meenemen. Morgen wordt een hele leuke dag, want om heel eerlijk te zijn kan niemand van de drie zijn of haar geduld bewaren totdat iedereen zijn eten klaar is. Oh, dit is toch niet normaal. Daar gaan we. Hier zit kleine Charlie, voorin zit Bobby en hier zitten Rabus en mama. Yay! Ik heb net gehoord dat de lockdown officieel verlengd is. Nou, ik vraag me realistisch wel af. Ben je lekker aan het kroelen met mama? Ja, wel af hoe en wat wanneer dit voorbij gaat zijn. En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer gezellig mee gaat kijken met ons. Ja, ik ben er weer deze week. Het is vandaag vrijdag. The day after de vierde verjaardag van Ramos. Ja, en ik ben lekker thuis. Ik heb best wel een dag met allerlei dingen die ik moet doen en ga doen en al heb gedaan. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Morgen wordt een hele leuke dag, want we gaan toch een feestje vieren voor Ramos. Helemaal zoals het helemaal volgens de regels mag natuurlijk. Maar wel een feestje, dus dat ga ik jullie laten zien. En nog veel meer. Dus kijk stellig mee. Nu heb ik net een retransfer verstuurd in de gang naast de router. Want hij deed heel erg langzaam. Geen idee waarom. De boodschappen zijn al binnen. Dus ik heb alweer mijn mandje met voorraad heb ik aangevuld. Banaan. Ik heb superveel zoete aardappelen. Ik laat het meteen gewoon even zien hoor. Uien. Nou ja, echt van alles. Boontjes. Dit is maar een gedeelte. Hier heb ik ook nog een blauwe brief en Brabantwater op de mat liggen. Dus die laat ik lekker liggen. Geen zin om meteen open te maken. Misschien is het dan leuk om meteen even de rest van de koelkast te laten zien. Want anders zie je maar een karig mandje met fruit en groenten. En er zat ook nog heel veel onderop trouwens. Dus je hebt de helft niet gezien. Maar goed. Een incomplete sfeerimpressie van de boodschappen die net zijn binnengekomen. Normaal doen we dat natuurlijk altijd op zaterdag. Maar we zijn morgen dus de hele dag weg. De hele dag weg. Echt voor het eerst sinds een half jaar denk ik. Maar goed. Ik heb gehaald kaas, want die was 1 plus 1 gratis. En ik heb een keer oude kaas gekocht. Hummus, deze hadden we nog. Dit heb ik gekocht, vindt Ramos ook heel lekker ter afwisseling en ik ook. Bieslook, oh het is light zie ik. Prima, niet eens heel bewust hoor, mocht je dat afvragen. Scherp, ja. Dan hebben we nog een broccoli, spinazie. Deze zijn nog van afgelopen week, daar ga ik denk ik even een soepje van maken vanavond. Dit is een groente, paprika en chili tortilla. Nou, helemaal lekker, keer voor de afwisseling. Dan champignons, mozzarella. Dit zijn courgette pizza's. Lekker, dus ik denk dat we dat van het weekend een keer gaan eten. Wat hebben we hier? Niet veel boeiends. Dit zijn sojajoghurtjes, dit is skier. Dan heb ik nog blauwe bessen, eieren, tomaten, cherry tomaten, nog meer skier. Oh ja, en ik dacht ik neem een keer een andere vanille, gewoon voor de afwisseling. Prima om af en toe een keer te doen, vooral als je er ook gewoon havermout in doet. Dan heb je totaliteit net even iets anders, maar wel gewoon nog steeds prima. Blauwe bessen heb ik hier, dit zijn verse. Deze waren uit de vriezer. Dan heb ik hier allerlei verschillende soorten Vivera, want deze waren in reclame. Ook deze, niet elke dag eten, zit veel zout in. Maar af en toe ter afwisseling van bijvoorbeeld een geheel zonder vlees, vis of vegetarisch. Of is dit een goede afwisseling? Dan hebben we hier een jusje, die heb ik hier nog één staan. Doe gewoon de hele dinges, hè? Ik hoop dat jullie dit leuk vinden, anders moet je even doorspoelen. rode bieten. Oh ja, dit waren ook nog rode bieten. Die waren open. Oh ja, ook 1 plus 1 gratis. Dus ik dacht, die neem ik ook allemaal. Wortel, bleek, selderij, bloemkool. Kastanje, champignons en peulen. Hier heb ik ijsbergsla. En nou, wat heb ik hier nog? Oh ja, dit is dezelfde natuurlijk. Dan hebben we hier nog meer paprika's. Een ijsbergsla en nog een keer een roerbak groente variant. Want dan heb ik er 4 in totaal. Ja. En dan heb ik hier in de deur de standaard dingen die er altijd in staan. Zoals bijvoorbeeld zongedroogde tomaatjes, appelmoes. Zoals mijn moeder op woensdag een AVG'tje maakt voor de kindjes. Ja, en voor ons, maar dat zij dat dan dus een keertje hebben. Augurken. Ja, gewoon allemaal standaard voor als we een keer
Dit eten Ed en ik eigenlijk nooit, knoflooksaus en cocktailsaus. Maar dat had ik nog over van gourmetten met kerst. En mayonaise en curry eten we uiteraard wel, vooral bij de frietjes. Dus die heb ik altijd in huis. En mijn tip is eigenlijk als we kijken bijvoorbeeld naar appelmoes of zo. Kindje vindt het natuurlijk heel lekker om allerlei sausjes bij het eten te eten. Nou ja, wij eten niet zo heel vaak gekookte aardappeltjes. Meestal als mijn moeder er is. Maar dan krijgen ze gewoon lekker appelmoes erbij. En dat vind ik helemaal prima. Dat moet wat mij betreft echt gewoon kunnen. Wat je wel kan doen ter afwisseling, en dat doe ik dus wel regelmatig, is gewoon zelf appelen koken. Daar een pakje van maken. Kaneel er doorheen. Zodat het wel echt wat extra smaak, zeg maar, heeft. En als je dan een beetje een zoete appel neemt, dan is het ook nog gewoon super lekker. Vinden kinderen vaak. Dus dat, ja, vind ik persoonlijk dan wel een goed alternatief. Met als afwisseling gewoon af en toe een potje appelmoes. Want juist ook voor kinderen is het nu al belangrijk om te leren dat je gewoon prima af en toe kan snacken, kan cheaten, andere dingen kan eten dan alleen maar gezond. Omdat die basis gezond is. En net als bij ons is dat ook voor kinderen. En hoe eerder je dat aanleert, hoe beter. Goed, een hoop gepraat en geklets. Ik ga de meiden uit bed halen en ik ga lunch maken. Zo, iedereen is weer beneden en zit aan tafel. Het is bij ons soms een klein beetje lastig. Ja, ga maar beginnen. Als we gaan eten. Want om heel eerlijk te zijn, kan niemand van de drie zijn of haar geduld bewaren totdat iedereen zijn eten klaar is. Dus ik heb nu nog niet alles gesmeerd. Dat doe ik in etappes. Om onrust en stress een beetje te verminderen. Voor mezelf even snel dit in elkaar geflanst met een boterham. Ja, schat. Daar komt zo nog een boterham bij. En hier voor de meiden ieder één boterham. Die krijgen er ook nog zo iedereen, want die eten er altijd twee. Dus, en meneertje daar, die heeft het al lekker. Nou, we hebben net de eerste schoolopdracht gedaan. En nu is het tijd om te gaan sporten, hè Ramos? Ja. We gaan even samen gymnastieken, want er zit volop energie in. Dus daar gaan we maar gewoon gebruik van maken. Zo, ik ben naar de tandarts geweest. En godzijdank, geen wortelkanaalbehandeling of iets dergelijks nodig. Maar er zit wel een klein mini-gaatje, dus dat is een beetje jammer. Voor nu gaat ze er niks mee doen. Maar we moeten even aankijken en dan de volgende keer zien of dat het erger wordt of niet. En dan alsnog vullen. Maar het schijnt niet zo handig te zijn bij dat gedeelte van de kies of zo. I don't know. In ieder geval, nu heeft hij er weer een soort van spul op gedaan, waardoor het tandvlees wat rustiger wordt. Maar hij zegt dat er eigenlijk bijna niks te zien is. Het bloedt niet, dus het ligt gewoon aan het gaatje, zeg maar. Oké, ik ga naar huis. Mijn vader is namelijk bij de kindjes. Die ga ik weer aflossen. En dan mag ik nu een uur niks eten en drinken. En ik heb echt super dorst, dus eigenlijk niet handig. Maar goed, ook dat overleven we. Ik zie jullie zo als ik lekker eten ga koken. Zo, het is tijd om, ik was even te koken, maar dat heb ik voor een gedeelte al gedaan. Dit heb ik net even gemaakt. Receptje zal ik in beeld zetten. Heel simpel. Knoflook, tomaat, wortel, ui, gember, even denken, paprika en dat was het. Ja, super lekker als extra bijgerecht met veel groenten. En dan ga ik jullie heel snel nog even laten zien hoe de wrap eruit ziet. IJsbergsla, ik heb hummus, nootjes. Oh, dat geeft niet, schat, we waren ook al begonnen. Een van die mixen van vanmiddag, van die roerbakgroenten die ik liet zien. Een nootje. Nou, dus dit is hem samen met soep. Goedemorgen. Ja. Het is toch het schattigste ever, zo'n speldje. Het duurt maar 2 minuten, dan heeft ze het eruit. We hebben lekker een majootje gedaan onder de broek, hè meid? Zodat het in ieder geval niet uit kan. Oh, dan wordt hier al flink gezongen. Oh, dit is echt zo... Sorry dat ik jullie lekker maak, maar... Oh, dit is toch niet normaal? Je moet het allebei open laten, dat deze... Oh. Ja, en dan... Die ook open. Even kijken, kan dat met één hand? Even zien, ja. Oh, nou, ik denk dat ik voor deze zou gaan, of voor die. Ik voel wel echt voor die. Ja, of die. Ja, inderdaad, ik ook. Deze, hè? Oh. Ja, ik ook. Dit is echt, ik heb deze besteld bij Bakker Bart. En ik weet niet hoe het smaakt natuurlijk, maar het ziet er echt heel lekker uit. En nu ga ik koffie zetten, filterkoffie, want
Ik heb een thermoskan, die ga ik meenemen, zodat we bij het donutachtige dingetje ook koffie kunnen geven. Dus ik heb allemaal bekertjes en zo. Nou, helemaal leuk. Alleen, ik zet dus nooit veel te koffie. Dus ik moet even kijken wat die verhouding ook alweer is. Volgens mij is het half-half, toch? Als je bijvoorbeeld 6 kopjes hebt, is het volgens mij 3 of 4 scheppen, dacht ik. Nou, ik mik er gewoon niet in. Beter te sterk dan te slap. 10 kopjes. Mik ik gewoon. Even kijken. Oh, ze maken ook maar kleine schepjes. Dadelijk al mijn hele sterk koffie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nog één. Lekker sterk. Hoppa. Daar gaan we. Hoe is het busje van... Oh, oh. Oh, niks voor je moeder dit. We zitten en we hebben een wit busje gekregen. Ik zal onderaan de beschrijving even een linkje doen van wat voor busje we hebben. Hier zit kleine Charlie. Voorin zit Bobby. En hier zitten Rabels en mama. Yay! Zo leuk. Hier hebben we al onze spulletjes in gedaan. Leuk. Ik heb er helemaal zin in. Oh, kijk hoe mooi. Zo. Wij hebben inmiddels heel wat rondjes gereden. Heel wat plekjes gezien. En we hebben ondertussen de meiden hebben we afgezet bij mijn ouders. Daar hebben we ook koffie mee gedronken. En nou, lekker de donuts en zo gegeven. Ook aan mijn tante en mijn nichtje, et cetera. Dus dat was echt super leuk. Nu is het 2:10 en zijn we op de terugweg naar de plaats waar we het busje straks in moeten leveren. Want het geeft namelijk sneeuw aan en het was wel de bedoeling dat we op tijd terug zijn. Ja, omdat deze busjes natuurlijk niet echt tegen sneeuw kunnen. Nou, daar kun je gewoon niet fijn mee rijden, zeg maar. Dus we gaan nu die kant op. En het idee was namelijk om te... Nee, nu niet! Kan ik friet eten? Ja, we gaan dus eerst friet eten. We gaan naar de McDonald's. Want wij dachten, hoe leuk is het om door de McDrive te gaan met dit busje. En dan gezellig hier met z'n allen te mekken. Dus dat gaan wij gezellig doen, hè, jongen? Hè? De meiden lekker thuis en dan zijn wij met z'n drieën om te mekken. En daarna gaan we dan de meiden ophalen. We gaan straks de meiden weer ophalen, ja. Als het avond is. Ja, zoiets. Oeh, we zijn er. Lekker. Sst, nou moet papa bestellen. Een stukje van middenmijn. Goedemiddag. Ik zou graag een Happy Meal willen, alsjeblieft. En ik wil kutnuggets. Oh, ja, heel gezellig. Onderin denk ik. Ik heb hier saus. Rabels heeft lekker een Happy Meal. Waar zit denk ik hierbij hoor? Ik weet het niet. Even kijken, wat hebben we hier? Drinken. En dan... Deze is van papa. Ja. Ja, gaan we zoeken, schat. Deze is voor jou. Oeh, lekker McChicken. Kijk, sausje. Alsjeblieft. En frietje. Openmaken. Ja, schat. Alsjeblieft. Doei. Ik zie er een beetje, ja, verwilderd uit. Het is eigenlijk ook al best wel laat. Je moet nog niet uitkleden, hè? Ik ben aan het vloggen. Ja, jawel. Gekkerd. Ja, het is 's avonds laat, 22:30. Wij gaan nog even douchen. En dan gaan we... Ja, dat is toch laat? Ja, nee. Ik vind 22:30 s'avonds echt heel erg laat. Normaal slaap ik al altijd om deze tijd. Nu gaan we even lekker douchen nog. Ja, dat laatste wat jullie zagen was volgens mij nog in de bus. We hebben daar de Kindje opgehaald. Thuis gewoon even fruit met een beetje yoghurt gegeten. Want we hadden natuurlijk McDonald's, dus was niet meer nodig om een hele maaltijd te eten. En ja, toen was het nog lang onrustig in huizen bij ons, omdat Kindje niet kon slapen. Dus al met al, we hebben nog even gechilled en nu gaan we lekker douchen en dan zie ik jullie morgenochtend weer. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben net op kantoor. Ik ga zo meteen eventjes sporten, want ik heb net Ramos weggebracht naar mijn ouders. Die gaat even een paar uurtjes daar spelen met mijn nichtje. En dan ga ik hem aan het einde van de middag weer ophalen. En ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga meteen door om even te sporten, want dan heb ik dat lekker gedaan weer dit weekend. Ja, dus dat is eigenlijk wel eventjes lekker. Vanmiddag denk ik dat ik gewoon een beetje rustig aan ga doen en alvast ga koken. Voor vanavond en misschien ook wel vanmorgen. Op dit moment eigenlijk best wel een lekker ritme te pakken. Gewoon de minimaal 3 keer per week lukt weer. Ik had heel even een tijdje, een paar weken geleden in december, dat het lastig was. Omdat we
toen super druk waren met de lancering dit en van allerlei dingen binnen Nieuw voor Mama, waardoor het gewoon dus niet lukte. En natuurlijk de lockdown, om echt altijd die 3 keer aan te houden. Dus, en daar baal ik dan van, want ik weet gewoon dat ik me er beter door voel en ik weet gewoon dat het gewoon fijn is, die basis. Maar nu zit ik er weer lekker in. Dus dat is fijn. Ik deel het niet altijd omdat, weet je, als ik 2 keer of zo in de week vlog ga sporten, dan zit je 2 keer naar hetzelfde kijken. Dus ik deel het niet altijd, maar ik zit er wel lekker in. Dus daar ben ik blij mee. Zo, daar zijn we weer. Hallo. Hallo. Hi. Eten, ja. Ik zag het al, meid. Eten, hè. Oeh, lekker thuiskomen zo. Ed had mij al verteld dat hij een heerlijke maaltijd had. Lekker salade, heb ik super veel zin in. Oeh, lekker. En een soepje. Van, wanneer is dit? Vrijdag volgens mij. Lekker. Oh, ik heb zin in eten, heilikje. En onze meiden die krijgen trouwens ook echt altijd van alles tijdens het eten wat wij hebben. Dus nu hebben ze ook een soepje, brood, ze krijgen allebei een stukje ei. Ze krijgen dan lekker nog wat avocado, stukjes paprika. Dus die krijgen ook altijd van alles door elkaar. Lekker, hè? En daar genieten we nog even van, want als ze eenmaal 4 zijn, dan is dat compleet voorbij met alles eten wat je krijgt van je ouders. Dus nu doen we het er nog maar even mee zo, op deze manier. Ik heb echt alle chillste momentje ooit. Lekker, hè? Ik ben lekker aan het chillen met deze dame en ook met deze dame, maar die is eventjes weggegaan. Ja, hè? Ja, hè? Auw. Zo lekker eventjes gewoon op de bank liggen, niks doen. Lekker even een beetje tv kijken. Samen. Oh, heb je lekker geslapen, schat? Ik moet zo eten koken. Het is al 5:50. De meiden zijn iets te laat uit bed. Normaal gesproken haal ik ze altijd eerder eruit. Alleen het kwam er even niet van, want ik moest Ramos halen. En Etty is Ajax Feyenoord aan het kijken. Super belangrijk natuurlijk. Oh, hij kan trouwens meeluisteren via de babyfoon, bedenk ik me nu. Maar goed, maakt niet uit. Super belangrijke wedstrijd natuurlijk. Dus ik doe eventjes de meiden en Ramos en eten maken. Ik moet alleen nog even bedenken wat we gaan eten. Omdat wij een kleutertje hebben die zijn voorkeuren begint te krijgen qua groenten. Oftewel, alles wat groente is, is ineens vies. Behalve een aantal kleine dingetjes zoals rode bieten en boontjes. Dus ik moet even gaan bedenken wat we eten. We hebben echt superveel in huis. Alleen, ik moet even strategisch kiezen, snap je? Dus ja. Dat ga ik nu doen. Ik heb net gehoord dat de lockdown officieel verlengd is ook voor de basisscholen. Dus ik ben wel een beetje, hoe moet ik het zeggen? Ik vind het heel erg jammer. Ik baal gewoon, weet je wel. Ik had zo gehoopt dat die basisscholen en kinderdagverblijven open zouden mogen. En niet eens alleen voor ons, want wij redden ons eigenlijk best wel goed. We kunnen best wel goed afwisselen qua werk. We kunnen natuurlijk 's avonds dingen doen. Wij hebben gewoon mijn ouders, we hebben mijn tante. Dus wij hebben gewoon genoeg hulp, zeg maar. Het is alleen meer voor de kindjes zelf. Ja, het is gewoon heel erg goed om op een peuterspeel of een kinderdagverblijf te zijn. En andere leeftijdskinderen, of leeftijdsgenoten te zien. En lekker even zonder papa en mama te zijn. Ik denk dat dat heel erg goed is. Dus ik baal gewoon ontzettend. Niet dat ik het niet begrijp natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is helemaal oké. En het is gewoon zoals het is. Alleen ik vind het wel gewoon balen. En ook voor Ramos, die zou nu naar de basisschool gaan. Weet je wel. En uiteindelijk als het over 3 weken zo is en het blijft daarna zo, dan boeien die 3 weken helemaal niks. Maar ik weet niet, omdat het al zo lang duurt, ga je op een gegeven moment ook een beetje jezelf afvragen wanneer dit goed gaat komen. Ik wil niet heel pessimistisch of zo zijn. En niet heel erg negatief of zo. Dus dat is ook niet hoe ik me echt heel erg voel. Alleen, ik vraag me realistisch wel af. Ben je lekker aan het kroelen met mama? Ja, wel af hoe. Hoe en wat wanneer dit voorbij gaat zijn. Ja. Dat is het. Zullen we het tutje in bed leggen? Ja? We doen geen tut meer mee naar beneden.
Hè? Zullen we een bedje leggen? Kom hier dan. Kijk, doen wij zo. En dan leggen wij hem in bed. Doe maar een bedje leggen. Doe maar. Doetetie. De volgende dame. Ja. Ja, mama loopt al de hele dag achter de feiten aan. Ja. Ja, ja. Weekenden gaan altijd zo, zo snel. En elke keer merk ik gewoon dat ik eigenlijk nog dit wilde doen. En dat ik dat moest doen. En dan ga je dus niet eens de deur uit. Moet je dus nagaan. Dan heb ik dus bijvoorbeeld nog een was die ik op moet hangen. Een was die net klaar is, die moet ook opgehangen worden. Dus er één in de droger. Dan staan er twee grote wasmanden die nog opgevouwen moeten worden. Ja. Dat dus bijvoorbeeld, weet je wel. Zo stom, dan doe je dus niks. Ga je zelf tutje weg doen? Dan doe je dus eigenlijk letterlijk niet echt veel. Hoewel we natuurlijk gisteren wel op pad waren geweest. En loop je dus nog achter de feit aan. Kom, we gaan. Die ook tutje? En twee. Goed zo. Applaus voor Charlie. Dag Titi. Ja, daar moeten we ook ooit nog van af zien te komen. Ik ben benieuwd hoe we dat gaan aanpakken. Maar goed, ik ben nu niet van plan om dat te gaan doen of zo. Maar dat gaat ooit wel komen. Nou, daar zitten we dan. Ja, ik heb er inderdaad wat rozijntjes door gedaan. En ik heb voor een hele makkelijke maaltijd gekozen. Oh shit, jullie eten. Dat pak ik wel. Ja, binnen 5 minuten klaar. Dit is het. Couscous. Hey. Couscous, rode bieten. Een paar feta kaasjes, want die waren op. Dus. En courgettes. En kruiden. Oh ja, en wat rozijnen hierdoor. Nou. Ik weet, het ziet er niet al lekkerst uit, maar het is gewoon wel prima. Ja, mama. Zo, 7:30. Kindjes liggen op bed. Ed en ik die zijn een beetje aan het opruimen hier beneden. Zijn al best aan heel eind gekomen eigenlijk. Gaan we zo meteen tassen inpakken voor morgen. En dan gaan we lekker heel Holland bakt kijken. Haha. Ja, helemaal leuk. Ik heb er helemaal zin in. Het is echt mijn nieuwe favoriete programma. Vind ik zo leuk. Eerst keek ik het nooit. En nu heb ik het helemaal soort van ontdekt of zo. Dus. Ik ga jullie dadelijk in de aftiteling nog even gezellig meenemen in hoe we aan het opruimen zijn. Voor nu alvast in ieder geval dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! I wish I knew the road to you. I don't care how far, I won't stop trying. Be right where you are. I wish I knew.